zijn er weer. Lekker uitgeslapen vandaag. Kijk, is mooi hè, jongens. We hebben weer lekker geslapen. Gisteravond om de camper heen. Nou, ik heb ze niet geteld, maar er duizenden muggen. We moeten echt helemaal inpakken om naar buiten te gaan, de hond uit te laten. Pop, 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 heel snel. Echt niet helemaal. Vanmorgen hebben we er een stuk of 10 neergemaaid in de camper. En ik snap niet waar die beestjes vandaan komen. Ik ben gelukkig niet zo heel ver geprikt volgens mij. Maar goed, er is wel iets waar je rekening mee moet houden als je naar Zweden gaat. Je kan best wel eens een paar muggies tegenkomen. De omgeving is schitterend. De beestjes is soms wel eens wat lastig. Mazzel heeft gelukkig niet meer zoveel last van die beestjes. Schijnen hier wat minder te zitten, die andere steekdingen. Kijk, er komt er weer een. Hoi. Maar we gaan een stukje rijden weer. De planning is een soort halve rustdag. Moet niet gekker worden. Hè? Vakantie, rustdag, kent dat niet. Maar goed, we hebben. Ja, wat gaan we doen? We gaan naar camping in Vilhelmina. Daar hebben we goede dingen over gelezen. Daar kunnen we eventjes lekker lang douchen. En even de was doen, want het wordt redelijk weer vandaag. Eventjes de route gaan maken voor de terugweg, want daar hebben we helemaal nog niet over nagedacht. Ik wil in ieder geval naar Falun, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar daar heb je dus een mijn en daar kan je in kijken, een oude kopermijn of zo. Dus dat wil ik graag gaan doen. Maar voor de rest hebben we eigenlijk nog geen plannen. Dus hebben jullie nog iets leuks op de route terug? Vanaf Wilhelmina zeg maar, naar Nederland. Laat het maar weten. Misschien is het wat voor ons. Oh ja, iets heel anders. Veel belangrijkers. Veel belangrijkers. We hebben 3000 abonnees. Kik, kom op. Echt niet normaal hoe hard dat is gegaan. En ja, we zijn er super blij mee. We hadden echt nooit verwacht dat het zo uit de hand zou lopen. En ja, ik moet even op de grond letten, anders dan is het echt een mazzel. Een mazzel een keer plat op de grond. 3000 abonnees. We hebben er nu alweer 3005 geloof ik. En dat vinden we echt leuk. Want ja, de filmpjes worden veel bekeken. Dat gaat ook nog steeds omhoog. En ja, gewoon super. Super. Reacties vinden we altijd heel leuk om te lezen. En ja, we proberen jullie zoveel mogelijk tips te geven. We zijn niet zo heel erg uitgebreid in tips en coördinaten. En, maar mocht je het zo willen weten, vraag het gewoon. Dan geef ik ze op. En ja, dan krijgen jullie wat van mij. Dat is dan onze rallywagen. We noemen het geen camper meer, maar onderhand een rallywagen. Hij heeft echt wel een schoonmaakbeurtje verdiend, maar daar moeten we nog even mee wachten. Nou, instappen. We gaan. Kijk, we moeten dus van hier naar hier. En wat doet onze navigatie? Die zegt, joh, rijden jullie die, hoe heet het hier ook weer, de wildernisroute nog een keertje. Zo. Dat ding is niet wijs, man. Nou. Helaas. Vandaag doen we het zelf maar. Hallo, we moeten 55 kilometer. We hebben ons eigen plan maar getrokken, de goede kant op gegaan en nou weet hij het wel. We moeten soms even helpen, weet je. We zitten nu op de wildernisroute, maar er komt nog een bordje bij, ook de sprookjesroute. Dus de prijs van één, zeg maar. We reden dus naar camping Coal Garden in Wilhelmina. Ja,
En hoe moet jij haar aanmelden? Op deze manier dus. De camping heeft keurige badkamers. En voor ons na een week is het wel even lekker om lang te kunnen douchen. Kijk nou zelf, dit is toch prachtig? Afzien hoor, dat kamperen. Ja, de camping is echt keurig verzorgd. Er is zelfs een bak waar je oude houtskool in kunt gooien. En dat zal wel voor de bosbranden zijn. Maar ideaal. Ja, een keurige loodsplek. En die kom je nog niet al te vaak tegen in Zweden. Maar hier ziet het er echt keurig verzorgd uit. Ja, de plekken zijn veelal op gras. En hebben allemaal een mooi uitzicht. Je kunt gaan roeien als je dat wil. Er is een restaurant en een bar. Al hebben wij die niet bezocht. En er is zelfs een heuse sauna aanwezig. Wat een prachtplek eigenlijk weer. Het is een camping. Maar wel heerlijk. Er is zelfs een echte sauna waar je gebruik van kan maken. Mooi. Zwaai even. Nou, dan kun je vanuit de sauna. Hoppatee. Even een demootje. Nou, nee hoor. Ook mazzel heeft een rustdag. He? Lekker chillen op het gras. Geen beestjes. Ja, en zo sloten wij de dag gisteren af. Dit zijn beelden om 11 uur. Goedemorgen, hè? We zijn weer uitgeslapen. Dan gaan we een stukje rijden. We hebben eigenlijk helemaal geen programma, helemaal niks. Dus we gaan het zien, joh. We gaan lekker rijden, komen we wat leuks tegen, stoppen we daar en komen we niks leuks tegen. Dan rijden we door. Ja toch? We gaan het zien. Kijken wat het weer doet. Het mooie weer is, stoppen we lekker. Maar vandaag wordt geloof ik een bewolkte dag. Dus we gaan het zien. Netjes verzorgd hier. Je kan lekker water pakken, lozen. Heel de mikmak. Dus ik kan nog even laten zien. Uitzicht bij de camping. Heel mooi. Lekker geslapen. Wij gaan rijden. Gas erop. De andere kant is een mooi meer. Hallo! We hebben twee museums gezien. Aan de buitenkant. Caravan Museum. Daar konden we niet parkeren. Een automuseum. Die was dicht. Kijk eens hoe mooi, man. Nu gaan we maar weer rijden. Richting het noorden gaan we. Oh nee. Zuidwesten. We zijn natuurlijk omgekeerd. De maximum snelheid is. Zijn we nu? Strömsund. We hebben het hele rondje compleet. Rondje, hoe heet het? Kijk, hier heb je een yum-yum toe. Yum-yum. Een winkeltje met yum-yum toe. Wat is dat? Ik weet niet. Hey, hey. Druk.
vandaag dus vooral wat kilometers gemaakt zuidelijk. En gingen op zoek naar een slaapplek. Maar dat viel niet mee. Sla links af na 300 meter. Fix rocker. Dat is mijn huisje. Moet iets aan gebeuren. Neem de volgende links. Na 250 meter bereikt u een viapunt aan de linkerkant. Draai dan een waar mogelijk. Heeft een viapunt bereikt aan de linkerkant, draai dan een waar mogelijk. Ja, een hele mooie plek, maar helaas te klein voor onze camper. Hou je klaar om links af te slaan naar 800 meter. Ja, dan maar de volgende plek proberen. Een natuurcamping. Sla links af na 300 meter. Daarna bereikt u uw bestemming aan de linkerkant. Neem de volgende links. Daarna bereikt u uw bestemming aan de linkerkant. U hebt uw bestemming bereikt aan de linkerkant. Maar ik moet naar rechts. Ik word er dan eens op, vrees je niet. Ja, de camping even bekeken, maar nee, niet onze smaak. Wij gaan door. Sla scherp rechts af na 300 meter. Daarna bereikt u uw bestemming aan de linkerkant. Sla scherp rechts af na 100 meter. Daarna bereikt u uw bestemming aan de linkerkant. Omdraaien. Beheerzoltje. Hier blijven we staan vannacht. Weer een plekje gevonden via de Zweedse snelkop. Ja, ik weet niet hoe ik dat precies moet noemen, maar in ieder geval een pagina via Google Maps.
En die komen wel plaatsjes tegen die niet op de campercontact staan. Ja, toch een mooi plekje zo. Het is niet Jacques die in de brand staat. Maar nee, wie in de hen staat jij? Vuurtje erachter. Tenminste vuur. Het is meer rook. Onze insectenverdelger is dat. Ja, hier staan we. Lekker hoor. En ook Mazzel heeft het hier prima naar zijn zin. Dit was het weer. Vindt u het filmpje leuk? Geef dan een duimpje. Bedankt en de Mazzel.